Een bijzondere bus staat deze week naast de voedselbank in Veendam. In deze bus wordt namelijk het NPO Radio 1-programma 5 dagen uitgezonden. Presentatrice Jo van Egmond geeft ons een kleine tour. Hey, welkom in de NPO Radio 1-bus van het programma 5 dagen. Ik ben Jo van Egmond. En dat is de trap waar onze gasten ook altijd opkomen. En hier achter de schermen zie je mijn collega's Carlijn en Per. Hier zitten wij altijd voor het gesprek. Ik zit altijd aan de rechterkant. En zoals je ziet hebben we veel plek in de studio. En het is een vrachtwagen, super professioneel allemaal. Maar het is ook een beetje kamperen. Want we hebben hier gewoon oldschool caravankastjes. Een week lang zal er radio gemaakt worden met inwoners vanuit de regio. Met als onderwerp de armoedeproblemen die heersen in de veenkoloniën. Onderzoek bleek eigenlijk dat heel veel mensen die hier geboren zijn, dat die eigenlijk, je ziet dat de problemen van hun ouders en van hun grootouders eigenlijk doorlopen in de generaties daarna. Dus hun kinderen en kleinkinderen hebben dezelfde problemen eigenlijk als hun ouders. En wat bleek dus ook uit het onderzoek, we doen allerlei projecten en subsidies gooien we er tegenaan om mensen te helpen, maar dat werkt eigenlijk niet. En hoe kan dat nou? En dat is wat we deze week met 5 dagen gaan onderzoeken. En we laten de mensen om wie het gaat, laten we ook aan het woord. Deze hele week staan we hier. Als je dus de NPO Radio 1 bus wil zien, kan je altijd even langskomen. Vinden we altijd leuk. Iedere avond zijn we hier om 8 uur, begint de uitzending. En dan ontvangen wij de gast. De gele bus is tot vrijdag te bewonderen in Veendam. RTL.